Nou, Mickey, de vierde week betekent ook het vierde artwork. Kan jij ons hier wat meer over vertellen? Wat houdt het in? Yes, dit is een onderdeel van mijn eerste solo-expositie. Oké. Ik was echt net van de middelbare, of middelbare, zou dat zijn. Nee, de academie van Willem de Koning. En ik wist echt niet wat ik ging doen. Ik had niet echt toch nog echt bedacht wat mijn stijl ging worden ook. Mm-hmm. En toen vroeg een vriend van mij, joh, kan je bij Stad Schouwburg, bij Leidseplein, kan je daar een expo's fixen? En ik had dat nog nooit gedaan. En toen wilde ik iets doen met de stad en met arrogantie. En dat kan je helemaal niet uit dit verhaal halen. Mm-hmm. Uit wat hier te zien is eigenlijk. Het is eigenlijk een beetje... Ik weet niet. Want wat houden deze mensen allemaal ja, in? Ja, dat is het. Het zijn wel steeds, zeg maar, mensen die iets te zeggen hebben. Grote mensen die back hebben. Ja. Maar eigenlijk... Het zijn een beetje mensen... Ze zijn gewoon weird. Ja, het is gewoon, ze hebben rare uitdrukkingen en zo. Ja, maar wat heb je dit eigenlijk getekend? Want is dit een soort stift of zo dat je hebt gebruikt? Ja, dit is een penseelstift. En daarna heb ik gewoon... En hoe lang heb je eigenlijk over dit artwork gedaan? Dit is echt 10 minuten of zo bijna. Ik had eigenlijk... Kijk, het is eigenlijk een trick. Mm-hmm. Want ik heb het eerst digitaal getekend, toen uitgeprint en toen weer opnieuw getekend. Want meestal doen mensen dat andersom toch? Dus eerst tekenen en dan inscannen en dan... Klopt. Dus ik wilde zeg maar de fakeness, wilde ik op die manier achteraf laten zien doordat dit... En je bent, als je mensen tegenkomt, dan zijn ze vaak achteraf fake, toch? Ja, soms wel. Je merkt, daar kom je pas achteraf achter. En heb je een reden waarom je zeg maar grijs hebt gebruikt en zwart? Want ik weet dat je heel veel kleur bijvoorbeeld gebruikt. Ja, dat was eigenlijk geen kleurperiode. Dat ik gewoon alleen maar zwart-wit-grijs. Ja, alleen zwart-wit-grijs boodschappen wilde hebben, ja. Oké.